Atlantis verwijst naar het mythische eilandenrijk Atlantis die in de zee zonk. Beschreven door de Griekse filosoof en schrijver Plato. Het kunstenaarsduo Utkotet vreest voor de herhaling van dit doemscenario. Het zeeniveau blijft tenslotte stijgen en extreme weersomstandigheden nemen toe. En als we niet uitkijken, kan Amsterdam binnenkort ook onder water komen te staan. Utkotet koos gebouwen uit verschillende steden. Amsterdamtoren, Malmö Live, Malmö is de woonplaats van de kunstenaars in Zweden, het Aeon Center in Chicago, 432 Park Avenue in New York, de Empire State Building in New York, BSA Twin Towers in Manila, CTF Finance in Jiangsu, de ministerie van Buitenlandse Zaken in Cairo, Louisiana State Capitol in Louisiana, SitKit Tower in Peking, de dreiging van de ondergang raakt ons immers allemaal. Olof Wiese en Edwin Burgen vormen samen ontwerpsduo Utkotet. Ze ontwerpen en bouwen interactieve kunstwerken voor de publieke ruimte die draaien om licht, geluid en beweging. Zo ontwierpen ze bijvoorbeeld schommels die muziek maken op de beweging van schommelaars. Beide kunstenaars beschikken over grote technische kennis en bouwen de kunstwerken zelf in hun atelier.